Yo mensen, welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Ik ben Ivory van het YouTube kanaal Yisri en Ivory. Welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Ik ben te gewend aan livestream zeggen. Ik heb hier vooral opgenomen over letterlijk dit. Alleen kwam ik achter dat ik al mijn geluid had uitstaan. Echt helemaal top, helemaal vergeten. Maar ik heb van YouTube content creators of hoe je het wil noemen, die personen als ik gaan mailen, bijvoorbeeld zulke dingen. Ja, weet je, leuk. Ik vind het heel leuk dat ze dit persoonlijk ook doen. Over mijn uren van YouTube. En ik vind het ook leuk om te delen met jullie. Dus ik ga de mail bekijken samen met jullie. Ik heb hier vooral gekeken. Maar ik ga nou laten zien hoe het eruit staat voor mijn kanaal. Wat je kan verwachten is natuurlijk nieuwe video's. Omdat het bijna vakantie is. Dus dan wordt het weer geknald met video's. Minimaal 3 video's per week. En dan ga ik knallen met de video's weer doorheen. Maar we gaan nou over de uren hebben. Jongens. Ja, ik weet het. Dit zijn behoorlijk wat uren. Minuten. En uren. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Maar voordat we het over dit gaan hebben, gaan we het over mijn YouTube kanaal hebben. Dit is mijn YouTube kanaal. En ja, het is een klein YouTube kanaal. Je denkt, 85 abonnees, ja, wat zou die hebben? Echt op video's niet heel veel kijkers, denk je. Mijn meeste video's hebben niet veel, maar andere video's die geïnteresseerd zijn, hebben juist weer wel veel kijkers of personen die naar de kijken. Even nadenken. Ja, en nog iets. Ik heb een nieuw PC en jullie merken het ook waarschijnlijk aan de... Ik wijs daar naartoe, daar is mijn tweede scherm, maar naar de webcam. Ik heb een nieuw computer, een webcam... 3 schermen. Eentje staat nou niet aan, maar nu heb ik er 2 aan. Ik zie OBS en ja, alles erop en eraan. Dus ik kan weer volop gaan opnemen. En als jullie kunnen misschien herinneren naar zo'n video. Die is nog aan het laden toevallig. Wauw. Maar naar zo'n video, als jullie dit nog kunnen herinneren. Het zag er niet, ja, het zag er redelijk oké uit, maar een beetje haperig. Dat wordt verbeterd in deze tijd. Ik ga namelijk weer ziek hard verder opnemen met mijn nieuwe computer. Als je de vraag is van, wat zit erin? Het is niet het nieuwste. Het is geen RTX nog wat, nee. Het is gewoon een simpel Intel Core Dual, nee. Dual, dat is die PC die daar staat. Nee, een Intel Core Quad Core Q8200 uit mijn bolle kop, volgens mij. Met de GTX 560. Met de GTX 560, ja. Mijn GTX is een klein beetje overklokt. En mijn processor is zeker overklokt. Die heb ik beide overklokt. Dus dat laat alles sneller. Maar ik kan bij wijze van spreken Eurotruck heel mooi opnemen. En dat ga ik zeker ook doen. Maar nu dat ik over dit heb gesproken. Ik doe nog steeds een samenwerking met Dennis' kanaal. Dennis is nog een klein YouTuber. Maar die wil later ook groeien. Maar hij doet voor hobby. Ik doe het ook voor hobby. Dus als dat ook een vraag is, is dat beantwoord. En waarschijnlijk hebben we nog een paar vragen. En er zijn een paar vragen. Bijvoorbeeld die video die iemand eens een keer vroeg aan mij van Minecraft server. Die ga ik weer maken. Alleen, ja, nou heb ik nu nog niet heel veel tijd. Maar vanavond ga ik hem maken, opnemen, editen. En maandag wordt die online geplaatst. En zo ga ik dus verder met YouTube video's. Het liefst wil ik rond de maandag, woensdag, vrijdag video's en daartussenin streams. Daar moet ik nog even goed over nadenken, maar waarschijnlijk ga ik het zo wel in plannen. Dat is ook alweer uit de weg. Ik heb ook een mooie webcam nou tegenwoordig, heerlijk. Maar nu gaan we over de vraag hebben over dit, wat ze gestuurd hebben. Jongens, ik ben een klein kanaal, maar dit is behoorlijk wat minuten en uren. Wanneer zijn wij begonnen? Wij zijn 1125 dagen geleden begonnen met YouTube in ergens november. Ik en mijn broer dachten van, YOLO, we maken een video, we kijken hoe ver we komen. Dat is 2019. We hebben 614 times de like button gesmashed. Dus niet ik, maar kijkers hebben dat gesmashed. Ja, en je denkt van, dit klopt niet. Het klopt echt. Ik heb zelfs gaan nalopen tellen, alles. Als je gaat over nadenken. Dat is van, ja, volgens mij 19 en
20 samen bij elkaar. En de comments, dus reacties, is 2633 reacties. En ik heb de meeste echt beantwoord. En dan om te beseffen hoeveel reacties dat zijn. Hoeveel video's heb ik gemaakt? 135 van jaar 2019. En 20 dacht ik de helft. Nou gaan we over hebben over jaar 2020. Wat daar allemaal veranderd is. Dit is letterlijk volgens mij wat eerst was. Nee, dit is wat deze maanden gebeurd is. 7404 minuten. Maar nu gaan we over 2020 en wat eigenlijk we kunnen verwachten. Wat ik hier wil verbeteren. Hier komt het. You made 2020 your own. Ik heb dus 2020 mijn eigen plek van gemaakt. Ik heb 53 nieuwe subs bijgekregen. 3792 nieuwe kijkers. En 17.401 minuten kijktijd op mijn video's in 2020. Ja, 17.401 minuten. Dat is heel veel. Heel veel, heel veel. Dat is 200 uur, weet ik veel hoeveel uur. Veel uur. En de livestreams zijn 6356 livestreams minuten. Wat wil ik hier doen? Of wat verwachten jullie, denken jullie nou? Nou, dit wil ik naar de 20 zien te krikken. Dus 20.000 minuten video's. En dit wil ik zien naar de 10.000 te krikken. Op YouTube en Twitch. YouTube ga ik iets minder doen. Maar de 10.000 zal echt mega chill zijn. En ja, mijn broer zit FIFA te spelen. Die houdt zijn kop weer niet. Midden in mijn video. Stil! Maar dus, ik ga deze hashtag gebruiken. Waarschijnlijk, ik weet niet wat jullie hiervan vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf leuk om YouTube te doen. Ik vind dit echt heel erg tof dat YouTube creators dit hebben bedacht en om te doen. Ik ga zeker nog verder met YouTube kanaal. Het is niet zo van dat ik nou nu niks doe dat het dood wordt. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ik hoop dat jullie het fijn vinden. Nieuwe microfoon, nieuwe gaming headset, hoe noem je zo'n ding? Zo'n webcam, nieuw computer, twee nieuwe schermen, mijn oude scherm nog erbij waar ik nu aan het opnemen ben. En op dit moment vind ik het allemaal echt helemaal fantastisch, prima. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik ga nou de video beëindigen. Dus als je hier net nieuw pas bent en je denkt van wauw, dit ziet er best wel nice uit en je vindt het best wel leuk, druk zeker de subscribe button of subscribe knop. Ik wil zo graag nog de 100 abonnees halen dit jaar, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Dus volgend jaar wil ik de 150 voor gaan. En meer uur kijktijd. En als je dit ook leuk video vond en je wilt dat ik meer van zulke video's laat zien, zou het wel kunnen. En uitlegvideo's, tutorials kun je ook even in de beschrijving laten in deze video. En ik ga kijken naar de comments en welke ik het gaat uitpakken. Ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Tot de maandag video. Daar komt de video op online. Van hoe je een eigen Minecraft server maakt. Op een aanleiding van een reactie van iemand. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.